Karinetje? Voel je je nog steeds niet beter? Gaat het wel? Is hij ziek? Geen idee. Ik heb iets voor je meegenomen. Het is een boek. Voel je niet lekker? Jawel. Het is een biografie. Van Alessandro Badiali. Ga weg. Nee. Je zou me de rest van het verhaal vertellen. Ik heb geen zin om te praten. Ga weg. Jij geniet hiervan, hè? Ik dacht dat wij iets hadden opgebouwd. Ik laat me niet wegsturen. Je had het beloofd. Je zou verder gaan met je verhaal. En hier ga ik niet weg. Ben jij wel eens in doodsangst geweest? Waarom wil je dat weten? Oké. Jij je zin, ik eerst. Ludo is eerder getrouwd geweest. Met Sophia. Ze leek sprekend op me. Of ik op haar. Ze heeft me levend begraven. Ik werd wakker. Het was stikdonker. Ik had het koud. En er viel iets op mijn gezicht. Ik lag in een kist. Ja, ik denk dat dat het moment was. Ik dacht echt dat het afgelopen was. Ik heb daarna nog heel lang nagedacht over hoe ik wraak kon nemen. Ik wilde dat ze dezelfde angst zou voelen als ik. Laat je nooit leiden door emoties. Heb jij dat nooit gedaan dan? Hoe is het afgelopen met Sophia? Ze is dood. Zelfmoord. Dus je hebt je wraak nooit gekregen? Nee. Is maar goed ook. Ik heb nooit aan iemand verteld dat ik die wraakgevoelens überhaupt had. Waarom moet ik dat weten? Omdat ik wil dat jij weet dat ik jou vertrouw. Het gaat niet om vertrouwen, Janine. Het is iets heel anders dan wat je de laatste keer zei. Toen zei jij dat vertrouwen het allerbelangrijkste is. Ik leg hier mijn ziel op tafel voor jou. Ik zal je vertrouwen niet beschamen. Het is wederzijds. Dat weet ik.